Oud-voetballer Fladeres sloeg een tegenstander. De voormalig speler bekend van Groningen en Heerenveen keerde terug in het amateurvoetbal bij HSC. Maar na één wedstrijd stopte hij alweer. Waarom? Nou, bij zijn terugkeer sloeg hij een tegenstander. De scheidsrechter miste het moment en gaf geen rode kaart, maar Fladeres besloot alsnog direct te stoppen. Op een gegeven moment uh, gaf die jongen mij bij het teruglopen een duwtje en die vond ik heel irritant. En toen gaf ik hem een duw in zijn gezicht terug. En uh, ja, dat moet ik niet doen.